Door het van kracht worden van het bouwbesluit 2012 is er veel veranderd. Zo zijn er voor logisch- en zorgfunctiesinspecties verplicht gesteld. De statistieken hebben de laatste jaren aangetoond dat er veel grote branden zijn geweest. Door schade zijn de maatregelen hierop telkens aangepast, wat heeft geleid tot verscherping van het inspectieregime. Roy Senden en Kees Zwagemakers van Brandveiligheidsinspecties, BVI, voeren brandveiligheidsinspecties uit en verhogen zo het bewustzijn van brandveiligheid. De inspectie betreft de installaties bij dit BRZO-bedrijf. We inspecteren volgens de PGS-richtlijnen. Dat is bij dit soort bedrijven van toepassing. We inspecteren de installaties, de bouwkundige zaken en de organisatorische zaken. Die moeten allemaal op orde zijn. En daarvoor gebruiken wij een UPD, een uitgangspuntendocument. Onze inspecteurs die inspecteren zorgvuldig de sturingen, de goede werking van de installatie. En daarmee wordt dat vastgelegd in een rapport. En dat rapport moet uiteindelijk leiden tot een goede uitkomst, wat dan een certificaat moet gaan opleveren. CCV-inspectieschema. CCV staat overigens voor Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Dat is een schemabeheerder en de bedoeling daarvan is dat alle partijen die zich bezighouden met inspecties op dezelfde manier inspecteren. Dus een geharmoniseerd beeld in heel Nederland waarop dat de inspectie door de onafhankelijke geaccrediteerde inspectieinstellingen moet gebeuren. Wij zijn vandaag bij een BRZO-bedrijf. Daar geldt het CCV-schema niet voor, daar gelden de PGS-richtlijnen voor. Maar je kunt zich voorstellen in gezondheidszorg dat daar dankbaar gebruik gemaakt wordt van het CCV-inspectieschema. Het nut van inspecties bewijst zich doordat nadat wij een inspectie hebben gedaan, alle omissies die aan het licht zijn gekomen, waar de installatie aan zou moeten beantwoorden, voor het voetlicht zijn getreden. Dat wordt vastgelegd in een rapport. En het belangrijke is eigenlijk dat we niet alleen naar de installatietechnische behoeften kijken, de werking, de goede werking van de installatie, maar we doen dat in relatie tot de bouwkundige zaken en we doen dat in relatie tot de organisatorische zaken. En heel belangrijk daarbij is dat de cultuur in een bedrijf daardoor eigenlijk op scherp gesteld wordt, waarop dat optimale resultaat van de installatie zijn nut bewijst. Afwijkingen en tekortkomingen die worden vastgelegd in een rapport. Dat is mooi, als die vastgelegd zijn, dan krijgt een installateur een duidelijk beeld van wat er nog hersteld moet gaan worden. Al die herstellingen die gaan plaatsvinden op installatietechnisch gebied gebeuren door een installateur. Dat kan een W-installateur zijn voor water of een E-installateur op basis van elektrotechniek die de installatie heeft aangelegd. Bouwkundige zaken, daar moet de principaal, dus de opdrachtgever, de gebruiker van het gebouw, opdracht geven aan degene die storingen kan verhelpen. Dat kan een timmerman zijn, dat kan een stoffeerder zijn. Verder kun je tekortkomingen hebben op basis van de organisatie. Een bedrijfshulpverlener weet bijvoorbeeld niet hoe dat hij moet acteren. Het ontruimingsplan sluit niet aan bij de gedachte van de installatie die is aangelegd. En dat moet dan hersteld worden. Wij komen na een niet al te lange tijd komen wij terug voor een herinspectie. Om te beoordelen of dat die restpunten, die herstelpunten, keurig netjes zijn opgelost. En dat beoordelen we, waarna de klant alsnog kan opteren voor een certificaat. Als alles in orde is, zal hij dat ook krijgen van ons. Toegevoegde waarde van een inspectiecertificaat is natuurlijk absolute onafhankelijkheid. Hè? De klant weet dat hij aan alle wettelijke voorwaarden gaat voldoen. Dat gebeurt door een onafhankelijke inspectieinstelling. Als we dat niet zo zouden doen en de installateur zou er een oordeel over moeten geven, dan is het de slager die zijn eigen vlees keurt. Vandaar dat die type aangeaccrediteerde inspectieinstellingen daarvoor worden gevraagd. Als we inspecties uitvoeren, dan wordt de installatie grondig bekeken. Alle bevindingen worden in een protocol opgeschreven, zoals ik al eerder heb verteld. En die restpunten die worden dus hersteld. En doordat de installatie hersteld wordt, zal de installatie qua levensduur langer meegaan. Wij laten jaarlijks de brandmeld, de watersproei en de schuimblusinstallaties inspecteren door een onafhankelijke inspectieinstantie. En wij doen dat omdat we een onafhankelijk paar ogen willen hebben die ons, de aannemer, controleert. En waardoor we weten dat de installatie daadwerkelijk goed is en dat die werkt als die moet werken.
En dat is belangrijk niet alleen voor ons, maar ook voor onze verzekeraars, voor onze aandeelhouders, maar ook voor de overheid en voor alle omwonenden. Wat duurzaam is aan het uitvoeren van inspecties, is dat er een resultaat uitkomt. We schrijven namelijk een inspectierapport met restpunten. Die restpunten worden elke keer opgelost. Stel je voor dat dat niet zou gebeuren, zou dat kunnen leiden tot enorme faalkosten. Installatie zou verkeerd werken, we zouden het milieu belasten. De klant zou zich voor extra hoge kosten zien staan op basis van het herstel. En verder is het natuurlijk heel belangrijk voor de mensen in een gebouw dat ze de veiligheid geborgd zien. En dat is erg duurzaam, vandaar dat het ook een must is dat die inspecties uitgevoerd moeten worden en dat het ook in de wetgeving staat.